Ik ga vooral vertellen over het onderzoek dat ik gedaan heb. Dat is een beetje een late roeping geweest. Het is allemaal puur pragmatisch voor een groot stuk. Ik gaf dan les en er waren veel taken in Tilburg met name die ik niet tof vond. En kwam ze daar met de vraag van wil je een doctoraat maken? En dan ben je 2 dagen gedurende 4 jaar vrijgesteld om eraan te werken. En dat klonk aannemelijk en aanlokkelijk en heb ik dat maar gedaan. Dat is pas vorig jaar dat ik dat afgerond heb, dus daarom late roeping. Normaal gezien maak je dat voor de lengte van je studie. Bij mij is dat echt per toeval gekomen en dat heeft ook voor een stuk het thema bepaald. Omdat ik al 20 jaar actief was in de professionele muziekwereld. Verschillende petjes heb programmatisch. Ik heb ook voor een platenfirma gewerkt. Ik ben muziekjournalist geweest voor de Standaard en de Morgen. Er zijn verschillende petjes die ik altijd heb opgehad wat dat, in het professionele muziekwereldje. En er waren zo enkele thema's of vragen die ik me begon te stellen. En één ervan was, en oké, het heeft misschien ook wel met mijn eigen achtergrond als muzikant te maken, maar los daarvan vond ik het altijd raar waarom dat op een gegeven moment de mensen allemaal blijkbaar over dezelfde muziek aan het spreken zijn. En waarom dat bepaalde muziek opgepikt wordt en andere muziek niet. En dat is dan meteen mijn onderzoek geworden. Ik ben daar nagegaan. Binnen één specifiek segment in het popmuziekcircuit, daarover zo dadelijk meer, ben ik op zoek gegaan naar op basis van welke criteria men beslist om een bepaalde muziekgroep een kans te geven en andere opzij te schuiven. Nu vooraf nog even dit, het gaat over muziek, het gaat eigenlijk over popmuziek of rockmuziek, hoe je het ook wil noemen. Die beperking is altijd als je een onderzoek wil doen, je moet dat beperken, want anders heeft dat geen representativiteit. Dus je moet dat beperken. Maar het mechanisme dat ik beschrijf is niet alleen toepasbaar op popmuziek, is eigenlijk op alle muziek en bij uitbreiding op alle kunsten. Ik denk dat er wel voldoende elementen in zitten en iedereen kan die vertaalslag voor zichzelf maken. Want overal wie in de culturele wereld actief is, wordt geconfronteerd met keuzes die gemaakt moeten worden en die keuzes volgen een bepaald patroon. Het is dat patroon dat ik probeer te bloot te leggen. En ik heb het daar dan toegepast op muziek, niet over de hele, of alle muziek, en ook niet over alle popmuziek, maar één segment daarbinnenin, dat ik de alternatieve mainstream noem. En dat is een aanvulling op wat dat in het dagdagelijkse taalgebruik over muziek meestal gebruikt wordt. Men heeft over de tegenstelling tussen underground en mainstream. En dat hoor je ook bij journalisten en bij muziekliefhebbers van iets is goed als het alternatief is, als het niet voor het geld wordt gemaakt, als het niet een al te groot publiek bereikt. Dus men haalt de neus wat op voor mainstream en wil een liefde voor de underground bezingen. Het is altijd in die twee tegenstellingen dat men vooral spreekt. Maar tegelijkertijd is het onduidelijk wat nu underground alternatief is en wat dat mainstream is. En mensen hebben er soms een vertekend beeld van. Iets wordt veel te snel mainstream beschouwd, terwijl dat niet noodzakelijk zo hoeft te zijn. Ik vond altijd, en dat is gekomen, ik heb ook een boek geschreven over de studenten die hier een vak voor mij volgen op het conservatorium, dat is muziekgeschiedenis van de niet-klassieke muziek. En ook niet jazz zeker, het is alleen popmuziek. Ja. Daar heb ik een boek van gemaakt. En ik kreeg dan zo vragen van kom eens op een uur tijd de hele geschiedenis van popmuziek vertellen. En dat ging natuurlijk niet. En ik zocht dan zo'n invalshoek. En die invalshoek was net dat thema tussen underground en mainstream. En ik heb er zo'n paar keer een verhaal over verteld. En telkens had ik het gevoel van ik rij mij hier vast. Dat er heel veel muziek zich daartussenin bevindt. En het is net dat, dat tussen en vooral dat er zo'n ideologische betekenis aan die woorden hangt. Men vindt underground muziek beter dan mainstream. Dat is echter, dat is geloofwaardiger. Dus er was een plaats voor iets daartussenin. En ik ben altijd heel tevreden als ik een tekening kan maken. Als ik geen schema kan maken, dan snap ik het zelf niet. En als ik het schema heb, dan ben ik gelukkig.
En mijn doctoraat is samen te vatten op twee pagina's, dat zijn twee schema's. Dit is er één van, de tweede komt zo dadelijk. Meer is het niet. En dan heb ik zo'n eureka gevoel als ik als dat schema in mijn hoofd tenminste dat klopt. Er zijn drie segmenten in het, in mijn geval popmuziekcircuit, maar je kunt dat opentrekken naar eender welke cultuurvorm. Door een nieuwe, ja, het is het tekeningsje van een Engelstalige slide die ik erin gezet, daarom dat er alternative staat, er moet alternatieven zijn. Door dat segment te definiëren kun je ook de twee andere specifiek gaan beschrijven en naar de eerste eens doen. Want mainstream, dat is bij het geval van popmuziek, is de muziek die iedereen, dat is misschien de beste definitie, die iedereen kent of je dat wil of niet. Je wordt ermee geconfronteerd, ongevraagd. Iedereen die opgroeit in een westers land en een beetje zijn kop buiten steekt, komt ermee in aanraking. Of je dat nu wilt of niet. Op het perron van het station, in het groot warenhuis, bij de dokter, op tv, noem maar op. Je zet iets op en je hoort mainstream muziek. Als ik bijvoorbeeld een van de meest verkochte singles aller tijden zou opzetten, een nummer van Bing Crosby, I'm Dreaming About a White Christmas, dan kent iedereen dat. En telkens de nieuwe generatie wordt dat opnieuw ingelabeld. Dan heb je echt zo, dat is hardcore mainstream, de harde kern, omdat dat generatie op generatie wordt overgeleverd. Het type Michael Jackson, type Madonna, noem maar op. Dat is muziek waar je sowieso mee in aanraking komt, ja, Britney. Vaak is dat er achter de schermen, dat vind ik altijd wel interessant om zo het verhaal achter de schermen dan te bekijken van hoe dat zo sterren tot stand komen. In het geval van Britney Spears heb ik het geluk gehad, beschouwd natuurlijk, maar ik heb ook voor een platenfirma gewerkt. En ik was daar met heel alternatieve dingen, underground bezig. Maar in het bureau naast mij werd de marketingcampagne van Britney Spears ontwikkeld. Dat was die platenmaatschappij. De laatste groeien dagen eigenlijk van de platenwereld, dus eigenlijk alle, hij had erop genomen, ja, alle etentjes die ik met mijn vriendin toen deed, was allemaal terugbetaald door de platenfirma. Dus om te illustreren hoeveel geld het daar om ging. Maar dat was heel boeiend om te zien hoe dat zoiets tot stand komt, dat er bepaalde songschrijvers achter de scherm actief zijn, een marketingteam die bepaalde strategieën ondernemen om dan de tienerfan in de waan te laten dat er een nieuwe autonome artiest is opgetreden waar dat ze fan van worden. En dat is een hele machinerie die erachter zit. En bij mainstream heb je dat heel vaak. Zelfs nu, en dan loop ik wat vooruit, maar je hebt heel veel zogenaamde internethypes dat je denkt van dat het publiek dat ontdekt heeft, maar dat in werkelijkheid daar ook een heel marketingmachine achter zit die er net op gericht is om het publiek in de waan te laten dat ze het zelf ontdekt hebben. Ook dat is deel van marketing dat gevoerd wordt. Bij mainstream is dat een courant gebruik, maar dat wil niet zeggen dat elk mainstream product een product van een productieteam is. Groepen als Clouseau bij ons, ABBA, de eerste Beatles-periode, die maakten zelf hun liedjes, maar dat was ook de bedoeling om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Want dat is mainstream, dat is muziek die is gericht naar een zo breed mogelijk publiek. Een publiek dat zichzelf niet in eerste plaats definieert als muziekliefhebber. En dan moet je goed voor ogen houden dat het gaat ook over die media die hierop staan. Zijn vaak ook de media waar dat de glimlach bijna een spierafwijking is geworden, dat die niet meer weggaat, die glimlach, je moet altijd blij zijn. En dat hoort bij het plaatje zo. Ik denk soms van al dingen, moet ik dat nu zeggen of niet, maar want ik ken u nog niet. Hè. Dat is zo, als ik lesgeef aan jullie en je ziet me elke week op een duur, is dat echt soms heel erg aan het worden. Hè. Maar ja, je kent me nog niet, ik hou me in. Maar dus de glimlach die er altijd is. Ik neem zo ook mijn moeder altijd als voorbeeld van als mijn moeder het kent, dan is het mainstream. En dat is als antwoord op dat men zegt, oh, Queens of the Stone Age, dat is toch mainstream? Zeg ik van, oh, nee,
Nee, dat zit er net nog tussenin. En mainstream, dat is als het in de grote, want de grote luistercijfers, de grote oplagen, bekijk de oplagen van kranten, dat is niet de Standaard en de Morgen, dat is het laatste nieuws en het Nieuwsblad. En wat dat daarin staat, dat is waar dat de massa mee bezig is. Dus dat is mainstream. En pas als het daarin staat, kun je spreken van een mainstream succes. En dat is heel anders dan vaak mensen die in mijn terminologie vanuit de alternatieve mainstream komen, beschouwen dat veel te gauw als de echte mainstream. Maar er is nog een verschil tussen. Maar dat wordt ook duidelijk. Dus overal aanwezig. Net het tegenovergestelde is underground. Dat is dat muziek waar je nooit mee in aanraking komt, tenzij dat je bewust moeite doet. Ja, je moet daar een effort voor doen. Je kunt gerust een heel leven doormaken en sterven zonder ooit naar black metal geluisterd te hebben. Dat is absoluut geen probleem. Velen vinden het ook positief dat dat geen probleem is. Maar dat is typerend. Elk van die genrewereldjes zijn afzonderlijke circuits, waarbinnen dat een eigen geschiedenis is, waarbinnen dat eigen stijlkenmerken zijn, een eigen cultureel patroon is, eigen betekenissen. Ik gebruik er zo vaak de term genrebril voor. Als je deel uitmaakt van een genrecircuit, dan heb je de juiste bril. Dan kun je de muziek die daar gemaakt wordt, ga je ook als muzikaal beschouwen. En wat je niet door die bril kunt zien, of als je te weinig monturen hebt, ga je als niet-muzikaal aan de kant schuiven. En dan is bijvoorbeeld, ik zeg maar, het zijn alle metal-liefhebbers, zijn dan alcoholverslaafden en al de housers zijn drugsverslaafden en al de Rastafari is morgen alleen maar jointen. Dat is ook vaak het geval, maar... Of alle hiphoppers zijn seksisten. Maar er zijn ook heel vaak heeft het met codes te maken die gebruikt worden in zo'n wereldje. En dat geldt voor elk kunstwereldje. Of je nu over een underground pop- of rockcircuit hebt, of over een jazzwereldje, of over de verschillende werelden, klassieke muziek of theaterwereld, dans, architectuur, beelden, noem maar op. Je hebt overal afzonderlijke wereldjes waar dat je een ingang waar je een ingang moet hebben. Of misschien moet ik het zo zetten, dat is nog beter denk ik, waar je een ingang moet hebben. Hè? En je moet inwerken, een soort vaak ook een inwijdingsritueel dat je moet volgen om deel uit te maken van zo'n wereldje. En dan wordt dat ook je referentiepunt. Ja, je kunt wel participeren aan meerdere wereldjes, maar underground is underground omdat dat daar blijft zitten en niet op een nationaal niveau al onbekend wordt. Eigen cultuur, infrastructuur is zeer belangrijk. Dat je overal verschillende spelers hebt. Dat kan vaak heel internationaal zijn. Zo van die hardcore punkgroepjes die kunnen de hele wereld rondtrekken, muziek maken, niemand weet dat die bestaan. Maar overal in elke stad heb je wel zo'n scene en dan is het met vrienden blijven slapen. En zomaar als voorbeeld, in de techno en zo heb je dat ook. Dat zijn afzonderlijke wereldjes waar je het bestaan niet van weet als je geen lid van uitmaakt. Nu, tussen die twee situeert zich dan wat ik die alternatieve mainstream noem. En dat woord is zo voor de hand liggend dat het raar is dat nog niet gebruikt is. Het zijn twee termen die allemaal aanwezig zijn. Alternatief mainstream, die kennen we wel. Maar door die twee samen te zetten, zeg je meteen dat het een vorm van mainstream cultuur is die zichzelf alternatief vindt. En dat is essentieel. Men beschouwt zichzelf als de enige geloofwaardige, authentieke, credible cultuuruiting en zet zich af tegen de in hun ogen platte commercie. Maar tegelijkertijd is het ook een onderdeel van eenzelfde mainstream gegeven. En hier is dan Queens of the Stone Age, Radiohead, noem maar op. Zijn heel typerende alternatieve mainstream groepen, die niet zozeer, want mijn moeder kent dat niet, en dat is niet dat dat constant in al de mainstream bladen al te horen is, of een Nick Cave of zo, ik zeg maar iets. Maar dat zijn diegenen die door de nationale actoren worden opgepikt en een status krijgen van dit is belangrijk om gehoord te worden. En binnen dat wereldje circuleert dat dan. En je hebt dan verschillende, wat kan ik zo dadelijk vertellen? Of je hebt dan verschillende posities daarin. Van, je kunt echt doorbreken in de harde kern
van die alternatieve mainstream, of je kunt dus even op de deur komen kloppen. Het is maar afhankelijk van het aantal aandacht dat je krijgt. Maar dat is zo de muziek die het domein is van de mensen die zichzelf muziekliefhebber volgen, die de pers volgen, die naar de concerten gaan, die naar de festivals gaan. En de belangrijkste spelers in Vlaanderen heb ik daar opgesomd. Je hebt de grote zes wat de pers betreft, en dat is dan de grote zes in het alternatief wereldje, want daarnet zei ik, de Standaard en de Morgen hebben niet de meeste lezers, maar zijn wel het invloedrijkst in dit segment. Ja, dat is geschreven pers, je hebt Knak en Humo tijdschriften, Studio Brussel, Radio 1, de radio, en dan de grote festivals, Werchter, Pukkelpops, de AB's, Live Nation, alles wat zij doen. Het is bij hen dat ik dan onderzoek heb gedaan van op basis van welke criteria gaat men een groep oppikken en zeggen van dit is alternatief en belangrijk genoeg dat iedereen dat moet leren kennen. En dat fascineerde mij altijd. Ik heb ook de spelers in Wallonië erbij staan, in Nederland heb je gelijkaardigen en eender waar dat je komt. En dat geldt dus ook voor andere cultuuruitingen, bijvoorbeeld in de jazz, bijvoorbeeld hier in België, ik zeg maar een Jeff Neve, is dan doorgedrongen in de alternatieve mainstream van de jazz. Want daar wordt ook in alle boekjes over geschreven dat hij dan de beste in de sessie 1 moet luisteren, dan moet je hem luisteren. Dat is heel typerend. En dat geldt voor elke kunsttak. En dat schema is ook een heel dynamische, want daarover kan ik al uren op zich spreken, maar ik ga dat nu niet doen natuurlijk, maar een soort dynamiek zit erin, en dat zijn die pijltjes. Iets kan ontstaan in een underground setting, kan een plaatselijke muziekscene zijn, kan een genrewereldje zijn, en wordt van daaruit opgepikt door nationale spelers, die het dan een nationaal podium geven, en dan kun je dus zo de tweede cirkel, de eerste pijl daar, dat is zo kloppen aan de deur. Dat is van een groep die is één keer een Pukkelpop mag spelen, niet het kleinste podium, maar dan de Club of the Marquee. Dat is zo de eerste keer, want dan gaat ook Stu Bru daar eens een plaatje van draaien en dan komt dat in de pers. En rond die periode is dat even in. Als het dan stopt, dan verdwijnt het weer. En dan krijg je de weg terug. En dat is telkens wanneer dat je geen herhaalde aandacht hebt, want het is daarom dat, ik heb een doctoraat in de sociologie, waar zijn sociologen mee bezig, die zijn vooral geïnteresseerd in betekenisgevingsprocessen. Dat als mensen samen zijn, dat er dan betekenis wordt gegeven aan dingen en dat die een etiket krijgen. En dat etiket krijg je alleen maar zolang dat er over gesproken wordt. En dat zie je dus hier heel goed. Vanaf het moment dat die aandachtsmachine stopt, dan is het gedaan. En dan verdwijn je terug in de underground wereld waar dat je begonnen bent. Dus die tijdspanne moet dan op een of andere manier ingevuld worden. Die moet ook tussen twee nieuwsfeiten dat je als artiest, kunstenaar hebt, moet dat ook overbrugd worden, want het moet herhaaldelijk opgepikt worden. Zo kun je weer ook in die harde kern van die alternatieve mainstream belanden. Denk bijvoorbeeld een David Bowie is een goed voorbeeld, die dan zoveel respect en credibiliteit in dat wereldje heeft, dat hij gerust 5 of 10 jaar geen plaat mag uitbrengen. En als je dan één nummer laat lekken, dan is opeens de hele wereld die erop springt van Bowie heeft een nieuwe plaat. En dat is een teken dat hij zo ver doorgedrongen was in dat wereldje, dat die naam het meest ideale is dat je tot de kanon gaat behoren. De kanon is normaal de lijst van de heilige boeken waar je niet aan mocht komen. Maar dat is het absolute hoogtepunt. Wat dat groepen als de Beatles hebben bereikt. De Beatles, daar mag je geen kritiek op geven. Dus als je zegt, de Beatles is een overroepen groepje, dan krijg je meteen zo al die muziekliefhebbers op je dak, zo van eilenmakker, dat mag niet, dat is heiligschennis. Dat is typerend, omdat dat de kanon is. En heb je in alle kunstvormen, op een gegeven moment ben je groter dan het leven zelf. En dat is alleen maar door die betekenisgevingsprocessen, die constant herhaald worden, dat constant bevestigd wordt hoe geweldig dat iets is. Altijd interessant, van, ja, de basis ervan zal ook wel zo zijn dat die muziek of die cultuurvorm goed is, maar de mensen moeten ook geloven dat het goed is. En dat is heel iets anders. Dus dan kom je daarin. Hetzelfde is, je hebt sommige vormen van muziek die meteen zich richten op een mainstream publiek. Denk aan, ik zeg maar, een slagerfestival.
waar dat dan de laureaat niks liever wil dan dat hij meteen door al de populaire bladen wordt opgepikt en van niks meteen een nationale wereldster wordt. Bijvoorbeeld de tv-programma's à la type de Idol en The Voice en de X-factoren en zo situeert zich daar dat je zo meteen mainstream aandacht krijgt en het daar ook kunt maken. Terwijl in de alternatieve mainstream heb je dan de rockrally van Humo. Als je het daar dan haalt, dan kun je daar meteen. Want meteen gaan daar dan al de persmensen over schrijven en zo. En je hebt dan ook muziek, en dat is die dwarsdoorsnede, die mainstream succes hebben en tegelijkertijd nog altijd respect hebben in het alternatief wereldje. De Beatles is daar weer een goed voorbeeld. Het is niet altijd dat een volledige groep is. Neem bijvoorbeeld Pink Floyd, Another Brick in the Wall zit daar in het middenin. Maar al de obscuurdere platen, de Uma Goomas en zo, er zit zelfs aan de underground, maar dan is dat meer alternatief. Sommige dingen worden eruit gepikt, omdat dat dan mainstream succes heeft, maar nog altijd wel geloofwaardig genoeg is voor zij die veel geloof hechten aan de geloofwaardigheid van muziek. Dus dat is even een manier om het popmuziekwereldje te bekijken, maar breder, je kunt het invullen hoe dat je wil. Zou het te ver leiden om toe te passen op andere cultuurvormen of zo, maar je kunt dat voor jezelf makkelijk doen. Mits aanpassingen uiteraard, maar een wezen, die bollen blijft wel ongeveer hetzelfde. Nu, binnen dat alternatief wereldje wou ik eens graag op zoek gaan van op basis van welke criteria gaat men dan beslissen. Ik heb dan een veldonderzoek gedaan, even heel kort. Het is een kwalitatief onderzoek. Dat betekent dat ik heb 28 diepte-interviews gedaan. En zo'n diepte-interview is een diepgaand gesprek met mensen waarbij dat ik een zeer rare onderzoeksmethode had, namelijk ik had geen theoretisch kader en ik ben helemaal van niks begonnen. En door die gesprekken is alles naar boven moeten komen. Dus ik ben eigenlijk blanco blad begonnen. Die gesprekken duurden gemiddeld anderhalf tot 4-5 uur. Die zijn al letterlijk uitgetypt. Dat was dan 500 pagina's uitgeschreven tekst. Alleen die interviews. En uiteindelijk is alles wat ik nu nog ga vertellen een inductieve methode. Constant structureren en synthetiseren van al die informatie die uit die gesprekken komt. Dus het is echt zo leeg blad begonnen. Weliswaar met heel mijn achtergrond, omdat ik zelf al 20 jaar in dat wereldje actief was, heeft ervoor gezorgd enerzijds dat ik die gegevens makkelijker kon interpreteren. En ten tweede dat ik makkelijker toegang had tot niet alleen de mensen die ik wilde interviewen, maar ook door wat interessant is de off-the-record informatie. Mocht ik die mensen allemaal niet gekend hebben, was dat misschien moeilijker geweest, maar nu kon je een stap verder gaan. Dat meestal zo de eerste 20 minuten van een gesprek zijn de usual onderwerpen die je kunnen voorhand zo voorspellen wat dat men gaat zeggen. Maar dan wordt het pas interessant. En bij sommigen, als je dan gaat eten en wat pintjes dan begint te drinken, dan komt er een hoop dingen naar boven die je anders nooit zou gezegd hebben. En dat is zeer bruikbaar om dat mechanisme in kaart te brengen. En dat is mijn tweede schemaatje, dat is alles. Die 3, 4, 5 bollen rechthoeken ga ik nu achtereenvolgens bespreken. Want dat is hoe dat de beslissingsmachine werkt achter de schermen bij eender welke cultuuruiting, en in dit geval de pop- en rockwereld. Je hebt drie, en een logica is een manier van denken. Een manier van denken waarbij dat men de beslissingen die men heeft genomen zich gaat verdedigen. Dat is een denkkader waarin dat men beargumenteert waarom dat men iets doet. En zo zijn er drie, het individueel, het organisatorische, het positioneel, wat dat precies is, leg ik zo dadelijk uit. En dan zijn er twee flankerende factoren. Tweede orde vind ik het interessantste, dat is het einde. En het eerste is de macro-socio-economische context waarbinnen dat mensen die actief zijn in de industrie moeten werken.
En als het gaat over muziek, is dat vooral getekend door digitalisering. Die digitalisering die een vloek en een zegen is, die heel veel veranderd heeft. In de eerste plaats heeft die gezorgd voor de grootste crisis in de muziekindustrie. Dat komt omdat de hele industrie heeft altijd de touwtjes in handen gehad. Ze hebben alles zelf bepaald. Maar één ding, wanneer dat LP op de markt kwam, hebben ze, die bestond al veel langer en die is op de markt gekomen vanaf het moment dat men economisch in problemen zat en dacht van dit is een manier om meer geld te verdienen. Hetzelfde met de CD, die is pas 10 jaar na de uitvindingsdatum op de markt gebracht. Dus men heeft gewacht totdat er een nieuwe inkomstenstroom nodig was, omdat al die spelers, de fabrikanten van de apparatuur, de films waar ze in terechtkomen, die de plaat heeft gemaakt, zijn dezelfde groepen, zijn dezelfde bedrijven. Dus die kunnen dan bepalen wat dat ze doen. En daar is de hele muziekindustrie, de major, de grootschalige industrie, altijd op gebaseerd geweest. Volledige controle en daar dan grote omzetten mee kunnen maken. Door digitalisering is er heel veel ernaast gekomen en zijn... Bijvoorbeeld de CDR is ontwikkeld, dat is door Kodak ontwikkeld, dat is een fotografiebedrijf dat niks met de muziekindustrie te maken had. En dat was eigenlijk om fotootjes op te zetten. En bleek in tweede instantie dat je er ook muziek kon opzetten. De industrie had dat niet door. Veel te lang mee gewacht. Dus dat heeft geleid tot een grote industrie, tot een grote crisis, omdat met een CD is het geen kopie niet meer, het is een kloon. En je zet gewoon iets over en het is identiek hetzelfde. En zo is er, en daar zijn waarschijnlijk iedereen hier getuige van, het idee ontstaan dat muziek gratis moet zijn, of dat je tenminste gratis aan elke muziek kunt geraken. En dat het moeilijk is om nog geld te geven aan muziek, als je identiek hetzelfde ook gratis kunt krijgen. Dat komt door die digitalisering. Er is een overaanbod. Door die controle die de industrie altijd had, die bepaalde bijvoorbeeld dat er op een gegeven moment, zeg maar, 5 gitaargroepen getekend werden. En als je vroeger getekend werd door een platenmaatschappij, dan wist je ongeveer met grote waarschijnlijkheid dat je er ook wel iets mee kon gaan doen. Omdat je in die machinerie terechtkwam en de aanbodcontrole was zo strak dat alleen dat getekend werd, maar dat effectief resultaat mee geboekt kon worden. Wat is er door digitalisering veranderd? Iedereen kan eender wat op het internet zwieren. En het lijkt zo makkelijk om muziek te maken, ook de soft en hardware, het ligt allemaal voor de hand. Waardoor dat er geen aanbodcontrole meer is. Iedereen smijt het erop en moet het dan in die digitale ruimte gaan uitvechten. Terwijl het eindresultaat misschien hetzelfde is, hè, dat nog altijd maar 5 gitaargroepen overblijven. Ja, maar de strijd is wel in het publiek gebeurd. Dat is een grote verandering door de digitalisering. Dat niet meer dat je die controle niet meer hebt. De consument, ik noem dan altijd de actieve consument, vroeger was die passief. En je kon alleen maar ja of nee zeggen op iets wat de industrie u aanbood. Terwijl nu kun je zelf op zoek gaan, zelf iets doorduwen, waardoor dat die consument, of de menigte, een zekere macht krijgt. Hij is in staat om zelf trends, hypes te creëren. Daarover straks nog meer, want ik ga er ook wel een kanttekening bij zetten. En vooral aan de onderlaag van het muziekgebeuren heeft dat heel veel doen veranderen. Omdat vroeger had je echt nog die toegangspoorten nodig. Die zijn weggevallen, waardoor de ingang tot die underground circuits niet altijd duidelijk zijn. Maar dat betekent niet dat enerzijds cd's verdwijnen. Want ik ben beginnen lesgeven eind jaren 90. En het is nu al 15 jaar dat ik moet zeggen van ja, we zitten nog in een overgangsperiode. Maar ik kan dat al 15 jaar zeggen dat we in een overgangsperiode zitten. Dus dan denk ik dat het eigenlijk geen overgangsperiode is, maar dat het ook wel ergens een plaats heeft. Maar goed, ik wil nog altijd zeggen, het is een overgangsperiode. Al is het maar dat degenen die moeten beslissen, liever iets fysiek in handen hebben. Dat je daardoor als muzikant ook nog altijd dat duur visitekaartje moet hebben, omdat je anders niet opvalt. Tussen al die digitale files die er zijn. Dus dat is al één reden. Daarom zijn platenfirma's nog belangrijk, maar vooral promotie. Want promotie is nog belangrijker geworden door die digitalisering. Vroeger was het, wat ik daarnet zei, eenmaal in dat circuit opgenomen, was er een flow waar je mee kon gaan en waar je terecht kon komen. Maar nu, ja, iedereen kan iets op net zetten. Om dan nog op te vallen in die gigantische oceaan, moet er promotie gevoerd worden. En
daarom dat ik die hele business nog altijd business as usual noem, en dat uiteindelijk de veranderingen door digitalisering miniem zijn. Er is heel veel veranderd aan de basislaag, maar om daar een stap hoger te zetten, is eigenlijk weinig veranderd. En promotie is nog belangrijker geworden dan vroeger. En die know-how zit meestal bij die platenfirma's, waar het hoort dat je als artiest nog vaker daar gaat aankloppen en men op andere deals buiten komt waar je niet om gevraagd hebt. Maar dat ligt ook aan de mondigheid van de muzikant, daarover straks misschien nog. In elk geval, dat zorg ik voor onzekerheid. Onzekerheid die in die industrie werkt, van eender welke beslissing dat genomen is, men weet nooit van, gaat dit werken? En door die onzekerheid weet men niet alleen wat men moet gaan beslissen, maar is het ook onduidelijk waarom dat men voor bepaalde muziek kiest en andere muziek niet. En dan kom ik bij die drie grote logica's die ik dan achtereenvolgens even ga vermelden. De basis van elke motivatie die men geeft is iets individueels. Individueel heeft te maken met uw autonomie die je hebt als muziekliefhebber en het volgen van uw persoonlijke smaak. Iedereen die iets vraagt van waarom doe je dit, zegt men altijd omdat ik het goed vind. Ja, dat is de basis van alles. We zullen straks ook zien van uiteindelijk is het ook het ultieme verantwoordingsmiddel op het einde van de rit, als er een hoop andere factoren de revue zijn gepasseerd, gaat men altijd zeggen van ik vind het goed. En als je dan vraagt van, wat is dat goed? Wanneer is muziek goed? Wanneer vind je muziek goed? Van, oh ja, dat kun je niet zeggen. Hè. Dat is ondefinieerbaar. Niemand weet waarom dat muziek goed is. Het enige dat men kan zeggen is van, dat doet mij iets. Of dat doet mij niks. En dat is pure romantiek. Iedereen die werkt in het muziekbedrijf, en misschien iedereen die met cultuur bezig is, zijn grote romantici. Dat is zoals Cupido, met zijn boog en zijn pijl, en die schiet, en dat raakt u, en je kunt er niks aan doen. Zet verkocht. Daar wordt een mens verliefd, je weet niet waarom, dat is groter dan jezelf. Bij muziek is dat identiek hetzelfde, dat is pure romantiek. Je wordt geraakt door iets, verschillende factoren waarom dat het is, maar het is ondefinieerbaar. Als je dan verder gaat van, maar ja, waarom word je daardoor geraakt? Dus die mensen die kunnen in eerste instantie niet zeggen. Sommigen werden lastig. Er waren erbij die zeiden van, ik vind dat goed en ga nu alsjeblieft niet vragen waarom ik dat goed vind. Want dat was typisch ik, dat is zo altijd waarom. Waarom is dat? Dat was de enige vraag die ik had in heel mijn onderzoek was waarom. En dat begon dus behoorlijk op de zenuwen te werken. Als je dat doorvraagt, dan zie je dat er toch wel altijd enkele artistieke criteria zijn, hoe vaak dat die ook omschreven zijn, voornamelijk die term authenticiteit. Niemand weet wat dat is, maar ze gebruiken ze allemaal om te zeggen wanneer dat muziek goed is. Het heeft iets authentiek, het is iets echt, iets geloofwaardig, iets... je moet kunnen vertrouwen wat dat die mens op dat podium doet. En ook al weet men dat er voor een stuk gefabriceerd is, Tom Waits ziet eruit als een clochard, maar je gelooft heel graag in de mythe dat dat een clochard is. Terwijl iedereen wel beseft van dat is een businessman en die verdient ook veel geld en zo. Maar nee, hij heeft wel het beeld van ik ben een clochard. En dat heeft met die authenticiteit te maken van Britney Spears wordt dat niet geloofd. Dat is een robotje, een poppetje door iemand daar neergezet en dat zingt wanneer dat moet en dat komt er dan geld uit. Zo van, allee, dat is zo het beeld van, en dat is een groot verschil, terwijl dat misschien bij zowel Tom Waits als Britney Spears op eenzelfde manier graag zingen. Hè. Maar het één wordt authentiek ervaren, het andere niet. Dus het heeft altijd met een soort van geloofwaardigheid te maken. Soms een tweede element, originaliteit, terwijl ja, wat is origineel zijn? Ja, op een duur, alles is al eens gedaan. Je kunt niet meer echt origineel zijn. Als je in muziek nog origineel wil zijn, dan gaat niet meer na het stuk 4 minuten 33 seconden van John Cage. Toen is de originaliteit gestopt. En voor degenen die het nummer niet kennen, dat is het enige dat ik perfect kan spelen. Je doet de klep van een piano open, legt de chronometer ernaast, de 4 minuten 33 seconden, duwt de klep terug dicht en dat is het stuk. En dat was ook
stuk, een statement van Cage, en ook om te laten horen van kijk, tijdens die periode, er is heel veel geluid dat je hoort hebt in die concertzaal. Uiteindelijk is het leven veel muzikaler dan dat je zelf zou beseffen. Maar je kunt het ook interpreteren als je iets nieuw wil doen, betekent een negatie van alles wat dat al geweest is. Dus als je altijd iets nieuw wil doen, dan stop je met iets te maken en dan is het gedaan met het creatieproces. Vandaar, originaliteit bestaat daar nog. Dus ook dat is een subjectief aanvoelen van iets klinkt fris of is een combinatie van elementen dat we op die manier nog niet samen hadden gehoord. Ja, want je hebt al die bouwsteentjes en je kunt die op een bepaalde manier samenbrengen. Dat is van, oh tjai, dat is goed gevonden. Hè? Dat is originaliteit. Nu, en dat is dan afhankelijk van in welk circuit dat je actief bent. Bijvoorbeeld als je in de klassieke muziekwereld je begeeft, daar hoor je vaak mensen spreken over de complexiteit van de uitvoering en over de virtuositeit van de muzikant. Als je diezelfde vragen voorlegt in dat alternatieve rockwereldje, zijn dat net negatieve criteria. Want daar wordt dat beschouwd als muzikantenmuziek. Zo, in mijn lessen muziekgeschiedenis, er is zo'n een symfonische metalgroep, Dream Theater, die maken nummers zo van 20 minuten en een half uur. En ik geef op 4 scholen les, er zijn 3 muziekscholen bij en 1 is een radioopleiding. En als ik bij een muziekopleiding dat opzet, dan zijn er altijd wel een paar die kunnen elke gitaarsolo achterstevoren meezingen. En zet ik dat op voor een radioopleiding, dan is meteen van zet die plaat af. Ah ja, of ja. En dat is een heel groot verschil. Omdat je als niet-muzikant, die muziek vind je alleen maar goed omdat je weet van dat is moeilijk gespeeld en dat is een goede muzikant, dat is met die maten en die complexe maatsoorten die gecombineerd worden en zijn thema's die komen en gaan. Maar als niet-muzikant heb je iets van ja, so what? Ja. En dat is een heel dat wereldje van dat is zelfs negatieve reclame. Het mag niet te moeilijk zijn, want dan krijg je meteen ook een stempel. En als je eenmaal die stempel hebt, dan kun je het voor een stuk ook vergeten. Daarover straks nog meer. Wat ik dan heel opvallend vind, is dat die persoonlijke smaak, want iedereen zegt van ja, ik doe het omdat ik het goed vind. Waarom vindt op een gegeven moment iedereen dezelfde muziek goed? Dat is precies dat er een soort legitieme smaak is. Legitiem betekent dan algemeen aanvaard. Dus zo'n smaak waarvan iedereen zegt van op dit moment, dat is goed. En als je mee wil zijn, want dat leidt voor een stuk tot iets conformisme, dan moet je, maar dat komt straks nog meer tot uiting, ontstaat er in al die individualiteit toch iets dat precies gedeeld is. Dat vond ik altijd boeiend, daarover nog meer. Dus we hebben net al gezegd, underground is dan iets positief, omdat je die criteria die men als positief beschouwt, zijn die alternatieve underground criteria. Muziek moet gemaakt worden omdat je die innerlijke artistieke drang hebt om muziek te maken en niet omdat je er makkelijk geld mee kunt verdienen. Want geld mee verdienen is commercieel, is mainstream. Dus dat is dan negatieve referentie. Vragen zijn voor straks. Best op het einde. Als je het niet kunt houden, dan val je mij maar lastig. Dat is geen probleem. Dat is niet te veel. Tweede logica, de organisatorische logica. De mensen die moeten beslissen, die doen dat meestal niet alleen. Ze werken in een organisatie. En die organisatie legt ook een reeks eisen. Ook al denk je alleen volgens je eigen individuele logica te kunnen handelen, er zijn een hoop organisatorische factoren die een impact hebben, bewust of onbewust. Uiteindelijk hebben die vaak te maken met economische criteria en het economische heeft dan in dit circuit niet zozeer te maken met geld verdienen, maar eerder met niet te veel geld verliezen. Je moet kunnen overleven. Stel een concertorganisator die alleen maar zijn eigen persoonlijke smaak volgt en er komt geen volk in de zaal, die zaal kan dan sluiten na verloop van tijd. Dus de organisatorische logica zegt dan van de organisatie waar dat die werkt en zijn loon ook betaalt, moet kunnen overleven. Dus zij gaat water bij de wijn kunnen doen, of moeten doen, om uiteindelijk die organisatie te doen overleven. Het is eerder een break-even verhaal en niet zozeer, we zijn er veel geld aan het verdienen. Daarom dat men kijkt naar de exploitatiemogelijkheden die muziek heeft,
En dat speelt eigenlijk bij alle spelers. Bijvoorbeeld aan de inputzijde van het muziekverhaal, dan heb ik het over boekers, degene die organisatoren zoeken, de platenfirma's die artiesten tekenen, de managers die artiesten begeleiden. Die kijken allemaal naar de mogelijke exportatiemogelijkheden. Gaan we met deze groep iets kunnen doen? Gaat die kunnen optreden? Gaat die op de radio gespeeld kunnen worden? Kunnen we hier acties mee opzetten? Wanneer dat ze niet het gevoel hebben, we kunnen ermee werken, dan gaan ze niet snel in zee gaan. Dus dat is denken vanuit een organisatorische reflex, kunnen overleven. Aan de outputzijde, de organisatoren die rechtstreeks contact met het publiek hebben, of de media die ook rechtstreeks zich richten op het publiek, kijken altijd van, ja, gaan we genoeg lezers hebben, genoeg luisteraars, genoeg mensen in de zaal. En dat doet selectieknopen doorhakken. Net daarom is populariteit een belangrijk criterium. Bij de radio... Bij de radio wordt dan ook toegegeven van nieuwe artiesten, we gaan niet zeggen dat die geen kansen krijgen, maar ze hebben het moeilijker. Ze proberen dat ook niet goed te praten, ze zeggen van ja, er is een soort van drempel en die drempel ligt hoger voor een nieuwe artiest. En heeft allemaal te maken met iemand die al bekend is, bijvoorbeeld in Studio Brussel, als Muse een nieuwe plaat uit heeft, die spelen dat. Of ze die plaat nu goed vinden of slecht vinden, het doet echt niet ter zake. Wanneer dat Metallica een nieuw plaat heeft, dan gaat er morgen daar een interview mee plaatsen, een concertrecensie mee plaatsen. Want die hangen eigenlijk vast aan het podium van Werchter of Pukkelpop. Dat is als het podium gezet wordt, komt automatisch Metallica erop. Je kunt dat eigenlijk niet kiezen. Dat is zo part of the, of het decor. Vandaar dat ze nu voor de 782ste keer op een van die festivals weer staan. Dat is ook eigenlijk een groep die perfect in het plaatje past, ook omwille van organisatorische redenen. Die twee jaar geleden in elkaar op tournee gingen en dat was eigenlijk niet voorzien. Het plan was van even te wachten, maar toen was de wisselkoers die naar beneden ging, de dollar ging naar beneden. En hebben ze rap beslist, we gaan nu opnieuw op tournee gaan, want dan gaan we er meer uithalen. Dat is puur economische logica, dat is organisatorische logica. En de organisatiegroep moet kunnen overleven. In dit geval is het wel winst maken, dus die heb je wel. Winst maken bij anderen, als je de democratie in Gent hier spreekt, gaat het niet over winst maken. En dat is gewoon van, zorg je dat we kunnen verder blijven doen. Dus dat is een heel groot verschil. Maar dus populariteit is een criterium, je gaat makkelijker iets doen wanneer dat mensen die kennen. Artiesten kunnen populair zijn, iets wordt geselecteerd alleen maar omdat veel mensen die kennen, een grote naambekendheid heeft. Maar dat is ook een vicieuze cirkel, want door die op te pikken wordt die groep terug populairder en zo gaat dat verder. Je moet populair zijn, opgepikt worden, daar word je weer populairder. Dus het is moeilijk om daar binnen te geraken. Je hebt ook bepaalde trends, dan is dat weer gitaren, dan moet het beat zijn, dan moet het dit zijn. En als je muziek maakt die past op de folktrend, die ondertussen ook al 5, 6, 7 jaar bezig is, dan makkelijker hebt als je daar binnen muziek maakt. Je hebt ook bepaalde stijlkenmerken die nu eenmaal populairder zijn dan andere. Als je geen songstructuur hebt, een song bedoel ik, een opeenvolging van strofie, refrein, tussenstuk, refrein gedaan, en gezongen daarop met een vocale partij. Als je dat niet doet, dan is het veel moeilijker. Mensen willen nu eenmaal liedjes horen. En dat is ook bij degenen die de beslissingen nemen. Ze zeggen ook van ja, als er geen vocale hoek in zit, van ja, dan stopt het, dan moet het ook niet hebben. Terwijl dat uiteindelijk, als je een brede spectrum van muziek maken bekijkt, dat is maar een song is één mogelijkheid. Dat is dominant binnen poprock. Binnen de klassieke wereld is dat marginaal. Je hebt ook het lied in de klassieke wereld bestaat ook, maar dat is echt een minderheid. Dus daar zijn heel andere criteria die daar heersen. Maar ook dat is weer een sociaal fenomeen, dat je op het duur denkt van het moet zo. Dat bedoel ik ook met het woord legitieme smaak, dat je denkt van het is algemeen aanvaard, maar je denkt dat het ook zo moet. Er wordt eigenlijk geen vragen bij gesteld. In de marge daarvan heb je nog een hoop andere organisatorische eisen. Denk gewoon puur praktische dingen, dat een concertorganisator, als er een groep is die 500 tickets kan verkopen, maar je hebt alleen maar een café van 150 man, dan stopt het. Als je een krant een interview wil doen met een artiest, maar je hebt al voor die weekend editie zoveel interviews dat de gazette vol is, ja, dan stopt het ook. Dus er zijn gewoon logistieke, praktische, inhoudelijke criteria. Zo zijn er een hele reeks, in mijn boek heb ik staan ze allemaal opgesomd. Ook organisatorisch is groepsprocessen. En dat is op zich ook wel een mooie, omdat je
vanuit mensen denken van ja, we beslissen individueel, maar soms moet een beslissing in groep genomen worden. En als je een beslissing in groep moet nemen, dat lijkt democratisch, maar dat is niet altijd democratisch. Het is vaak degene die het hardste tafel kan kopen, die kan zijn slachthuis halen. Ik heb zelf 12 jaar in de commissie gezeten die moet bepalen wie dat subsidie krijgt in Vlaanderen voor muziek. Ik sta daar, ja, zo, dus het langzedend lid ooit geweest, per toeval weliswaar, hè, maar ik heb dat 12 voor een stuk gefrustreerd uit weg gegaan, omwille van die groepsgesprekken, van die groepsprocessen, want daar was dat ook zo, van zelf mensen die over een bepaalde speler inhoudelijk niks kenden, maar die dan veel te veel tijd hadden om dat dossier te lezen, konden hard op tafel kloppen en het slag thuis halen. En dan denk je van het is democratisch, maar dat is niet altijd. Even persoonlijke frustratie tussendoor. Maar die heb je wel als je in organisaties werkt. Er was bijvoorbeeld een samensteller van Studio Brussel, die vertelde van toen Spinvis uitkwam, dat hij dat niet durfde mee te nemen op de playlistvergadering. Ik dacht van ja, ze gaan mij uitlachen. En dat is al anticiperen van ja, zo'n Nederlander die was zitten wauwelen, van dat gaan we toch niet, ze gaan me niet over serieus nemen. Tot dan later blijkt van ja, dat eigenlijk toch niet zo slecht is, wordt dat toch opgepikt. Dan zegt hij ja, ik had het eigenlijk al gezegd, maar ze hadden niet naar mij geluisterd. En dat zijn altijd dezelfde mensen die zeggen van ja, daar zouden video's van moeten gemaakt worden, van hoe dat die beslissingen, want bij Studio Brussel, bij de radio, je hebt de playlistpolitie, een commissie, die beslist dan dit gaan we spelen, dat gaan we niet spelen. Er zijn 5 nieuwe platen per week die toegelaten worden. En dat is ook niet altijd even eerlijk dat die beslissingen daar plaatsvinden. Dat is ook deel van een organisatorisch proces, een groepsproces. En je hebt dan, je kunt dan in conflict komen tussen dat individuele en het organisatorische. Dat je te weinig eigen goesting kunt doen en te veel moet plooien naar het overlevingsdrang van je organisatie. En dan heb je van die reddingsmiddelen, zoals daar zijn bijvoorbeeld subsidie, dat is een heel belangrijk iets, dat het een economisch vangnet kan zijn, dat door geld van de overheid te krijgen, dat je terug je individuele zin kunt doorvoeren. Dat is ook weer afhankelijk van circuit tot circuit. Meestal wordt subsidies als zo'n kwaliteitskeurmerk gezien, van je bent goed bezig hier en fier van ik heb veel subsidie. In de pop- en rockwereld is dat vaak van, wordt dat verzwegen. Dat is, wordt gezien als oneerlijke concurrentie. Dus vooral in managementbureaus heb je dat. In België is zo een van de weinige landen waar een managementbureau rechtstreeks subsidie kan krijgen. En daar is er dan heel veel misnoegdheid bij de niet-gesubsidieerden. Van, je krijgt nog geld, want uiteindelijk verandert er niks voor een artiest. Of je bij een gesubsidieerde manager zit of een niet-gesubsidieerde, je betaalt evenveel. Ja, dus dat is heel raar allemaal. Maar goed, daar kan ik uren over spreken als het moet. Dat gaan we niet doen. Organisatorisch, de subsidies kan helpen. Daarnaast heb je ook positionele logica, dat is misschien de moeilijkste. Iedereen die in het muziekbedrijf actief is, heeft een bepaalde positie, speelt een bepaalde rol in. En door de positie die je inneemt, ben je soms gedwongen om bepaalde beslissingen te nemen. Dat is de positionele logica. Je gaat een beslissing nemen afhankelijk van de plek die je zelf inneemt en hoe dat je je verhoudt ten opzichte van anderen. Om een voorbeeldje te geven van hoe dat je, hoe dat je een andere rol speelt en ook volledig in die rol gelooft. Een persoonlijke anekdote, toen ik vroeger journalist was, journalist? Ja, dat is wel, hè, maar... Nee, organisator. Organisator, hè, een fruit werkte. En ik deed een concert van een groep. En ik belde dan naar de platenfirma. En ik zei van, ja, die groep van u komt optreden. Wil je daar promotioneel iets mee voor doen? Dan kreeg ik vaak zo het antwoord van, ja, ik zou wel willen, maar... Ik kan niet, want we hebben, die platen zijn 1,5 jaar geleden uitgekomen, we hebben alle mogelijke pers gehad, ik ga nu geen nieuwe pers meer kunnen krijgen, bla bla bla, we zijn met andere prioriteiten bezig, er is nu geen budget meer voor, ja, het spijt me, ik kan niks doen. En dan was ik kwaad, dan zei ik, wat voor een smeerlap, die groep zit bij u en je wordt verondersteld ervoor te werken, en je moet, oh nee, sorry, het gaat niet. En dan de dag van het concert kreeg ik een fax, ik weet niet of je dat nog kent, een fax. Dat is zoiets heel revolutionair als een blad papier. Je steekt het door een telefoon en aan de andere kant komt dat blad er terug uit. Dat is fantastisch. Dus toen kreeg je dan de fax waarop dat dan hun namen stond voor de guestlist.
En dan was ik nog dubbel kwaad. Zei van, god, niet willen meewerken aan de promotie en dan nog gratis mijn concert moeten kunnen zien. Jaren later was ik labelmanager bij een platenfirma. Kreeg ik telefoons van concertorganisatoren. En die zeiden van, die groep van u, die staat bij ons in de zaal, kun je dat promotioneel mee ondersteunen? Zeg ik van, ja, dat is moeilijk. Want ja, die plaat, een half jaar geleden is die uitgekomen en ik heb toen echt alle pers gehad. En nu op dit moment, ja, ik ben met andere groepen bezig, want daar verdienen hebben geen budget meer. Dat is, dat, sorry, de verhaal is verteld, maar ik zou willen, maar het gaat echt niet. Aan de andere kant, kwaad dat ze waren op mij, godverdomme smeerlap. En dan de dag van het concert, want ik wou wel graag de concert zien, stuurde ik een e-mail, hè, we waren iets later, mijn naam doorgestuurd, dat ik toch op de guestlist kon om het concert te kunnen zien. Dezelfde mens, dezelfde situatie, maar dat is het verschil in positie. Dat is een ander klaksje. En naarmate dat je een petje op hebt, denk je op een andere manier. Ik was, in beide gevallen was ik oprecht voor mezelf bezig. Hè? Maar er is nu eenmaal, je zit in een context en dat bepaalt voor een stuk hoe dat je handelt. En ook al zijn die belangen verschillend, je moet sowieso samenwerken. En dat is de meest belangrijke, want je hebt normen die ontstaan en hoe dat de communicatie behoort te verlopen. En normen die zijn expliciet, sommige zijn impliciet. En de meest expliciete is dat je moet samenwerken en dat je moet bouwen aan vertrouwensrelatie. Dat is, in elke relatie is gebaseerd op vertrouwen, maar dat is ook in elke economische relatie. Zonder vertrouwen werkt geen enkele deal. Een deal kan wel op papier staan, zolang je elkaar niet vertrouwt, marcheert die. Dus dan moet je, in eender waar dat je actief bent, je moet bij je partner, bij wie je werkt, moet je kunnen er van op aangaan van, die heeft het beste voor en als er iets afgesproken wordt, dat ook gevolgd wordt. Mensen kunnen afhankelijk zijn van elkaar, want bijvoorbeeld in het concertlandschap, bovenaan de piramide heb je de agent. En de agent is iemand die de internationale carrière van een groep bepaalt. Die zoekt dan in verschillende landen de juiste boeker. En elke boeker op zijn territorium zoekt dan de juiste zalen om daar die artiest kwijt te kunnen. En dat is een soort van piramidestructuur en dat is een vorm van afhankelijkheid. Als die agent geen groepen aan de boeker voorstelt, kan die boeker niks doen. Dus je kan eigenlijk alleen maar ja of nee zeggen. Als de organisator van de boeker geen groepen krijgt, die kan ook alleen maar ja of nee zeggen, dan stopt het verhaal. Dus een vorm van afhankelijkheid. Van boven naar beneden. Zo kun je niet echt vertrouwen creëren, dat heb je alleen maar wanneer dat er een wederzijdse afhankelijkheid is. Dat er ook omgekeerd, dat een organisator kan zeggen, oké, als die een boeker mij niks geeft, er zijn nog andere boekers waar ik wel iets mee kan doen, en omgekeerd heeft die dan ook een zekere zeggenschap. En dat is dan van belang, dat het gevoel is dat het wederzijds is, dat het een symmetrie is tussen hoe dat mensen samenwerken. En dat is waar men expliciet voor gaat, omdat men ook altijd zegt van, wat dat je ook doet in het muziekbedrijf, je kunt afhankelijk zijn van iemand, maar tegelijkertijd is dezelfde persoon ook van mijn afhankelijkheid. En zolang dat een evenwicht is, dan zijn we gelukkig. Dat wordt impliciet ondersteund door een andere norm, en namelijk die van geven en nemen. I scratch your back, you scratch mine. En dat is het meest gebruikte mechanisme in de hele muziekindustrie. Door dat vertrouwen gaat elkaar helpen. Als je een goede band iemand hebt opgebouwd en je moet al eens iets doen tegen je zin, dan ga je het doen om die mens een plezier te doen. Niet alleen om hem een plezier te doen, maar ook omdat je weet van, ik ga ook een plezier terugkrijgen. En dat is de reden waarom om bij die organisatoren te blijven. Stel, een boeker geeft een belangrijke publiekstrekker aan een festivalorganisator. Die organisator is blij, want die heeft een headliner nodig, want anders kan hij te weinig tickets verkopen voor zijn festival. Dus hij heeft een cadeau gekregen, dus hij heeft, die boeker heeft iets gegeven aan de organisator. De impliciete regel is dan dat er ook iets teruggenomen moet worden. Het jaar daarop gaat die boeker zeggen van, ja, ik heb u vorig jaar... Nee, het is impliciet, die moet dat niet zeggen. Die stelt een minder belangrijke groep voor, de organisator heeft iets van, ik vind het eigenlijk niet goed, maar ja, ik heb vorig jaar die een headliner gekregen, ik zal het nu maar doen.
En dat is zo aanwezig dat dat gesanctioneerd wordt als men dat niet volgt. Dus dat is, en de sanctie in dit geval bestaat er dan in, dat het jaar erop krijg je geen headliner meer. En zo houdt dat eigenlijk in evenwicht. En dat is zo het typisch menselijke relatie, dat elke gift veronderstelt een wedergift. Als je op café gaat en je trakteert daar iemand, dan verwacht je dat die persoon gaat terugtrakteren. Als die persoon dat niet doet, en dat is dan de sanctie die komt, de volgende keer ga je dat niet meer doen. Zeg van ja, ik heb vorige keer al te veel geld uitgegeven aan die, maar die betaalt nooit iets terug. En dat is een normaal sanctiemechanisme. En dat heb je in elke professionele relatie, heb je datzelfde. Wanneer iemand te veel cadeautjes heeft gehad en er komt omgekeerd niks terug, dan stopt het. Dat is dat geven en nemen. En plus ook, en dat is dan het brugje naar het volgende, telkens wanneer dat je iemand iets gegeven hebt, tot het moment dat je iets terugkrijgt, zit je in een machtspositie. Ja, want je hebt een stap voor. Je weet van, die heeft nog één te goed. Die heeft nog één te goed van hem. En dat wordt soms ook uitgespeeld. Dat is deel van die positionele logica. Niet alleen relaties nemen om bepaalde, of beslissingen nemen om bepaalde relaties goed te houden, maar ook daar strategisch mee om te gaan van, ik heb hier een paar cadeautjes in huis, ik zet die weg, want dan weet ik dat ik in moeilijke tijden iets ga terugkrijgen. Dus verschillend in gewicht dat die mensen hebben. En ja, er zijn er zo drie typische sociologen woorden dat op de slide staan. Dat is iets van Bourdieu, maar dat doet niet ter zake. Maar dat kapitaal is niet alleen iets economisch, het heeft niet alleen met geld te maken. Maar kapitaal kun je ook hebben op sociaal vlak. En sociaal kapitaal, en dus ook sociaal gewicht, is gewoon het hippe woord netwerken. Hoe meer mensen dat je kent, hoe sneller dat mensen naar jou gaan luisteren. Dat is zo het aantal lange armen dat je hebt, of kruiwagels, hoe dat je het ook mag noemen, door het feit dat je mensen kent. Dat is weer wat ik er straks zei met cd'tje uitbrengen. Als je veel als promotieverantwoordelijke veel journalisten kent, en je geeft die een cd en je zet daarop zo van, ik vind dit goed, dan gaat die journalist sneller gaan luisteren. En dat is eigenlijk het sociaal gewicht dat iemand in de schaal kan werpen. Een boeker die, ik zeg altijd, de belangrijkste plek om relaties te onderhouden in de muziekindustrie, en daarom ook de belangrijkste plek om in de muziekindustrie rond te lopen, is een toog. Daar gebeurt alles. Dat is gewoon, muziekindustrie werken is pintjes pakken, of je dat wil of niet, maar dat is constant babbelen met de mensen. En dat is eigenlijk voor elke cultuurtak hetzelfde. Kijk naar elke receptie en elk drank na elke première, dan lopen ze daar allemaal weer rond en is de matuvus en zo werkt het wereldje nu eenmaal. Dat heb je overal, in de muziek is dat hetzelfde. Daar zijn de beslissingen die worden daar genomen en hoe later op de avond, hoe schoner het volk en dus ook hoe makkelijker dat de beslissingen genomen worden. Dus dat is het sociaal kapitaal dat je uitspeelt. Maar een stap verder in dat verhaal is dat je niet alleen veel mensen kunt kennen, maar binnen een netwerk heeft niet iedereen eenzelfde reputatie, eenzelfde geloofwaardigheid. Sommige ga je nog sneller luisteren. Dat zijn degenen die symbolisch kapitaal hebben, die een zekere reputatie, naam hebben opgebouwd. Zo een voorbeeld wat dat in de interviews ook gegeven werd, was van een agent, dus iemand die de internationale carrière van een artiest, live carrière, bekijkt. Die probeerde een reeks groepjes aan te bieden aan een boekingskantoor in België. En de boekingskantoor wou er niks van weten, want die agent, die groepjes, stelde niet veel voor. Het was altijd als die belde van kop en kas, andere kant op kijken, van nou, dan die je weer niet van, neem de gem vandaag, ik heb hem al genoeg gesproken. Totdat diezelfde agent op een gegeven moment ook de agent werd van, dat was een Kings of Leon, denk ik. En toen was het van, ah ja, maar die willen we wel hebben. En dan, het gevolg was dat die minder belangrijke groepen ook meteen opgepikt werden. Dat is gevolg van symbolisch kapitaal en zelf met die afhankelijkheid van daarstraks, dat zorgt er ook voor, en dat zie je bij elk groot festival, dat op het hoofdpodium zijn er altijd wel twee of drie groepen die niemand kent.
En Stijn Meurs heeft het dus aangekaart vorig jaar. En meteen Schuurmans die op zijn teen getrapt was. En die ging dan de bal op de man spelen van ja, Meurs is gefrustreerd omdat hij zelf te weinig kansen heeft. Terwijl Stijn Meurs gewoon de waarheid sprak. Als hij mij gecontacteerd toen, dan zou ik het ook in de pers durven gezegd hebben. Maar het is gewoon zo. Dat iedereen weet dat. Maar daarom is dat ook impliciet en wordt dat ook niet openlijk toegegeven. Maar zo werkt het nu eenmaal. De programmator van Pukkelpop bijvoorbeeld, die geeft ook toe van... Het hoofdpodium, dat bepaalt Pukkelpop zelf niet. Dat zijn agenten. De Self-Life Nation die bepaalt wat er staat. Nee, dat zijn de buitenlandse agenten. Die bepalen welke groepen dat er staan en die bepalen ook welke volgorde dat die groepen hebben. Die zeggen van, die groep moet eerst, dan moet die staan, dan moet die staan. En daar heb je eigenlijk als boeker en als organisator heb je daar niks van te zeggen. Want de hoofdpodia, en dat hangt allemaal, dat zijn positionele beslissingen. Hè. Je bent voor een stuk afhankelijk van een bepaalde agent. Je wilt er ook een goede relatie mee opbouwen. Dus ga je zijn winkel een podium geven. En er is zelfs geen vraag die daarover gesteld wordt. Dat is de reden waarom dat bijvoorbeeld op Werchter het hoofdpodium, groep 2, 3 en 4, zijn meestal onbekend. Groep 1 is bekend. En dat is ook een voorwaarde. Want als groep 1, 2 en 3 onbekend is, dan blijven mensen langer in hun tent zitten. Dus één is meestal de triggervinger van het moment die dan optreedt. Dat mensen naar het podium gaan, dat ze op de wijs staan. En dan krijg je dan de minder bekende groepen. Dat is een vorm van het symbolisch gewicht dat iemand kan hebben. Ik zei daarnet over mezelf in de muziekcommissie. Ik weet dat ik daar zelf ook voordelen gehad heb. Dat ik in de commissie zat en dat dan organisatoren zeiden van kom maar spelen bij ons. Want uiteindelijk moest ik voor een stuk voor een subsidie zorgen. Dat is echt belachelijk, maar ja, oké, dat speelt wel een rol. Er is zelfs zo één speler geweest, een bepaald festival, ik ga bewust geen namen noemen natuurlijk, die altijd zei van ja, we gaan nu wel zetten, maar dit jaar komt, maar volgend jaar zeker, echt, want ja, goede muziek dat gemaakt, van volgend jaar zeker. Maar dat was altijd maar uitstellen, totdat de Vlaamse overheid beslist had. Was zo'n experiment van ja, festivals beschouwden ons ja, toen. Dat is een geval apart, dat moet uit de muziekcommissie gehaald worden. Er moet een aparte commissie alleen voor festivals komen. Op dat moment besliste ik niet meer over festivals. Wat zei dat festival van nee, je komt niet, ik vind het niet goed. Oh, fair enough, maar wat mij dat uit. Hè. Maar de overheid had toen door van dat het een slechte beslissing was. En jaren later hebben ze die festivalcommissie. Stopgezet en zijn de festivals terug bij de muziekcommissie gekomen. Diezelfde organisator van, ja, kom maar af, want goede muziek dat gemaakt. Ja, ik heb daar toen gespeeld op de festival. Ik heb de fees reuze omhoog gedreven, omdat als het zo zit, dan ga ik me ook niet laten kennen. Maar dat heeft allemaal met symbolisch gewicht te maken. Ik heb ooit bij Eddie Wally gaan eten, toen ik bij die platenfirma werkte. Die echt, Eddie stond op mijn antwoordapparaat van, hi Mr. Gert, this is Eddie Wally. En ja, ik heb dat zoveel mensen laten horen dat ik eens op een fout knopje heb gedrukt. Ik heb per toeval gewist. Maar ik had voor die platenfirma in plaats van Kamagurka uitgebracht. En Kamagurka had als grap Eddie Wally daarop gezet. Met Lava, Wally from Space, kent dat misschien nog. Dus Eddie Wally dacht dat ik een nieuwe doorbraak in de Verenigde Staten kon verwezenlijken. En daarom wou hij per se bij mij gaan eten. Totaal fout, dus hij mat mij een symbolisch gewicht toe dat ik eigenlijk niet had. Dat was wel duidelijk tijdens dat etentje, maar ik dacht van, ik moet wel dat etentje, ik moet dat meegemaakt hebben. Dat was grandioos. Hè. Die gersaal kwam af, ze van, wat wil je drinken? En hij staat recht. En voor de hele zaak zo'n sherry, sherry. Hij wou de sherry drinken. En echt, dat is ongelooflijk. Sociaal kapitaal. Economisch kapitaal is wie het meeste geld heeft, kan bepaalde beslissingen doorvoeren. Een festival die heel veel sponsoring heeft, kan grotere gages aan groepen betalen, heeft gewoon economisch gewicht. Er is zo'n festival geweest waarvan dat andere festivals zeiden van die zijn gewoon de markt aan kapot maken. Die geven de gage van een groep maal 10 omdat ze per toeval veel geld hebben. Sommige van de festivals bestaan ook niet meer omwille van die redenen. Maar goed, maar dat is wie veel geld heeft. Hetzelfde als een tijdschrift de meeste lezers heeft. De Humo ook al zijn die cijfers altijd aan het zakken. Maar als er geschreven interview aan te bieden is, dan gaan zij meestal met de hoofdprijs lopen, omdat ze de grootste oplagen hadden, of de meeste lezers, omdat er meest over gesproken werd. Dat is een vorm van economisch kapitaal dat men heeft. Vooral in concertland in Vlaanderen, wat dit circuit betreft, is het Live Nation. Live Nation, bekend als Werchter, Schuurmans, maar Schuurmans is in loondienst van een Amerikaanse multinational.
een multinational Life Nation heeft systematisch in elk land de grote spelers opgekocht. En in België de twee belangrijkste, Rock Werchter en Make It Happen. Daarom dat die ook van naam zijn moeten veranderen. Want die konden niet door dezelfde deur, dat was echt kat en hond. Of kat en muis, beter zeker. Hè? Wel, kat en muis. Hebben ze een andere naam gegeven en hebben ze toch samengestopt in hetzelfde kantoor. We zijn een goede vrienden geworden. Op zich ook wel een schoon verhaal. De mensen daar dan weer uitstappen, een andere firma beginnen en zo. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar dat is, die hebben dus veel geld, zo'n monopolie. Die kunnen ook bepalen van, het zijn niet alleen boekers. Dus die kunnen dan kiezen. Toch even van, als een aanbieding binnenkomt van een groep gaat op tournee, dan kan Live Nation kiezen tussen twee mogelijkheden. Ofwel, en dat is dan meestal in het geval dat het een groep is waar dat een zeker risico aan verbonden is, dan gaan ze die aanbieden aan een concertorganisator en ze krijgen dan, ongeacht of er 5 man in de zaal zit of 5.000, krijgen ze de vaste boekingsfee. En dan hebben ze geld en ze nemen zelf geen risico. Wanneer dat een groep is waar dat men van weet van, ja, dit zit goed, hier gaan we veel van kunnen verkopen. Wat doen ze dan? Ze huren dezelfde zaal en organiseren het zelf. En alle inkomsten krijgen ze dan ook. Dat is eigenlijk de machtspositie, puur economisch kapitaal. Zij kunnen kiezen. Ofwel, en het publiek weet dat niet. Het staat in de AB. Maar in de AB, dan moet je gaan kijken, wie heeft het georganiseerd? Meestal in de communicatie van de AB staat het er zelfs niet altijd bij. Maar het is dan ofwel Live Nation die de zaal huurt, ofwel is het een AB zelf die het organiseert. En dat heb je dus in alle zalen, in de Fruit was dat ook altijd zo, concertzaal dan. Live Nation kreeg die zaal voor niks zelfs. In ruil daarvan was het de drankomzet was voor ons. In het geval van Motorhead betekent dat heel veel drankinkomsten. Maar dat is dus economisch kapitaal. Soms wordt er misbruik van gemaakt. Dat is niet altijd, dat is in minderheid. Je moet op tijd zeggen wanneer dat ik... Want ik weet, als ik bezig ben, dan stop ik niet. Het is nu 9:15. 9:15? Ja. Is het niet 9:15? Nee. Ah, 9:15. Ah ja, dan moet ik, ja. Oké. Oké. Oei. Ah ja. Soms ja, wordt dat misbruikt. Daar heb ik ook voorbeelden van. Die zijn sowieso off the record. Van een festival die dan op een gegeven moment niks fatsoenlijk meer eens aangeboden kreeg en dat hij zelfs op matchen is geroepen bij de groot economisch sterke spelers die dan zeggen van, je moet leren braaf zijn jij. Dus dat gebeurt ook. Het wordt soms heel hard gespeeld. Maar uiteindelijk moet er een vorm van evenwicht zijn. Dan zijn we terug bij het begin. Dat kan altijd wel tijdelijk het geval zijn. In dit geval, dat festival moest even stoppen. Die hebben bedrijfsfeesten georganiseerd om terug wat geld te krijgen, om terug te kunnen doorstarten te kunnen maken. Dus die waren echt wel genekt. Maar een ander geval, bijvoorbeeld een manager heeft dat ook gezegd van, een van de meest invloedrijke managers van ons land momenteel, heeft gezegd van, ja kijk, die had ruzie over een bepaalde groep met Studio Brussel. Dat was dan een groep die had een heel sterke live reputatie, maar de radio wilde dat niet spelen. En dat was echt ook een zwaar gevecht dat die hadden. En hij zei van, uiteindelijk, of je ruzie hebt bij die mensen of niet, je moet dat weer goed maken. Dat vertrouwen moet altijd hersteld worden. Want diezelfde manager had ook andere artiesten in zijn stal. En die mochten niet het slachtoffer zijn van het feit dat hij omwille van een andere groep ruzie had. Uiteindelijk heb je diezelfde spelers nodig. En moet je, als er wantrouwen is, moet je zorgen dat dat vertrouwen hersteld wordt. En dat is een soort van automatisch evenwicht dat er automatisch insluipt. En dan zijn we weer bij het begin. Wat ik zeer interessant vind, is tweede orde selectie. En wat bedoel ik daarmee? Dat is, tot nu toe ging het altijd over beslissingen die je zelf neemt. Ofwel een functie van de organisatie of de positie die je inneemt. Maar uiteindelijk ben je wel zelf die de beslissing neemt. Hier gaat het over iemand anders die gezegd heeft dat iets goed is. En dat wordt dan gevolgd. Je neemt de beslissing van iemand anders over. Vandaar tweede orde. Eerste orde is wanneer dat je het zelf tegenkomt. Tweede orde is wanneer dat iemand anders het heeft tegengekomen en dat jij het overneemt. En je hebt er twee soorten in. Het eerste is dat je in het carrière opbouwend perspectief, dat iets begint
op kleine schaal op het internet moet een bus ontstaan. Je hebt daar opinieleiders waar dat anderen naar gaan kijken. En je moet, dan zitten we weer met digitaliseringsverhaal. Op welk vlak heeft die menigte een grote macht? Dat is dat je dat eerste basispubliek kunt opbouwen. En wanneer dat iets circuleert op het net, gaan anderen daar naar kijken. En dat is dan meestal als, van de nationale spelers, zo de avondprogrammering bij Studio Brussel, de Duisters en de Selecte, de samenstellers daarvan, gaan dan kijken naar wat al die blogs te vertellen hebben. De Pitchfork, dat heel belangrijk is. En als daar dan iets in staat, gaat men het makkelijker gaan oppikken. Je hebt, bij kranten heb je het ook, dat is zo de uiteindelijk het effect dat je moet verkrijgen, is van dat je uit die niche media, die vooral digitaal zijn, opgepikt wordt door een nationale, traditionele speler en daar dan begint met een kleine recensie en eindigt met een groot interview. Dat is zo de weg die carrièrematig ook afgelegd moet worden. En bijvoorbeeld een journalist van een van de twee belangrijkste kranten, die toegaf, er is zo'n site, Metacritic heet dat, en die maken een soort van synthese review en geven een cijfer op basis van allemaal recensies die er verschenen zijn van Engelse en Amerikaanse media. En dan krijg je een cijfer op 10. En die zegt van ja, alles wat dat 8 of meer heeft, daar luister ik naar. Dat is het type voorbeeld van tweede orde. Alles wat 1 tot 7 heeft, wordt niet opgezet. Ook komen die platen binnen, maar het is gewoon van, want er is een overaanbod en ze volgen dan bijna blindelings bepaalde mensen. Dat kan ook zijn van iemand, omdat je weet van een opinieleider waar je sympathie voor hebt en meestal weet van die heeft altijd goede smaak, komt overeen bij de mijne, dat je die dan overneemt. Maar het kan ook meer onpersoonlijk zijn door een internetbron zomaar te volgen. En dan zie je dat er een kettingreactie ontstaat van het één medium naar het ander. Iemand anders, dus zo, een van de key personen moet de deur openzetten. En als die deur open staat, dan springt de rest erop. Elke promotieverantwoordelijke van een platenmaatschappij had van die voorbeelden dat een van de belangrijke journalisten een plaat van hen oppikt. Meteen krijgen ze van anderen telefoon, van kunnen we er ook een promo-exemplaar van krijgen? En dan moest die man of vrouw zeggen van, ja, dat kan, maar weet je dat ik vorige maand die CD al heb opgestuurd? En dat gebeurt wekelijks. Ze zetten het gewoon niet op, dat ligt daar tussen de stapel, die krijgen veel te veel. En dat wordt alleen maar opgepikt wanneer dat ze het ergens anders tweede orde hebben gehoord. En dat is zo illustratief. En één dat die deur open staat, dan springt iedereen erop. En dat is weer zo'n vorm van conformisme. En ik wil er altijd van geloven dat die muziek op zich goed moet zijn, maar niet alle goede muziek wordt op diezelfde manier opgepikt. Je hebt veel goede muziek, dat blijft goed en niemand kent dat. Dus goede muziek, kwaliteit alleen drijft niet naar boven. Andere mensen moeten zeggen dat het kwaliteit is. Dus dat is dat sociaal proces dat er altijd wel bij komt. En dan heb je die zo een sneeuwbaleffect van iets dat groter en groter wordt, totdat het dan een hype wordt. En wanneer dat een hype wordt, doet dan weer anderen erop springen. Sommigen zijn zich daar bewust van dat ze anderen volgen. Ik had zo iemand van Studio Brussel die zei van ja, ik ben een meeloper, ik weet het. En die maken daar precies ook geen probleem van. Wat ook opmerkelijk is, en dat is dan het tweede aspect, is dat de muziekindustrie gaat dan kijken naar wat dat op een gegeven moment veel aandacht heeft in de media, omdat ze ervan uitgaan dat het publiek daar ook naar kijkt. En dat vond ik misschien wel het meest opmerkelijke resultaat van heel dat onderzoek, is dat in deze tijden van digitalisering, waarin dat we allemaal denken van alles is veranderd en de macht aan de menigte en traditionele industrie ten dode opgeschreven, dat uiteindelijk voor concertorganisatoren, belangrijkste, heel concreet in Vlaanderen, belangrijkste speler waar dat men naar kijkt is Studio Brussel. Wanneer dat op Studio Brussel iets niet gedraaid wordt, dan krijg je geen concertkansen in het clubcircuit. En daar is men heel open en eerlijk in, zo van als je niet op de radio komt, vergeet het. En dat geldt voor alle grote festivals, dat geldt voor de Depots, dat geldt voor zelf de Democrazies, dat geldt voor heel veel. Als je echt dat, nu heb ik niet over de onderlaag, over de kleinere concerten, dus vooral Democrazy heeft veel, die kleine dingetjes. Maar Depot heeft dat niet, Trix heeft dat veel minder. Zeggen allemaal open en bloot van als het niet op de radio komt en aan de eerste plaats Studio Brussel, dan is het zeer moeilijk om iets gedaan te krijgen. Dus de impact. En dat is dan, dat is belangrijk
omdat men er belang aan hecht. Hè. Dus ik zeg niet dat darmstuurbrui zo belangrijk is, maar het is wel belangrijk omdat mensen in het muziekcircuit denken dat het belangrijk is. En als je dat denkt, dan krijg je ook een zekere macht. En dat is nog altijd het geval. Dat is wat de hele essentie van het geheel is, van door digitalisering, alles ligt open. Hè. Maar als je carrièrematig een stap hoger wilt komen en als je dat wil, daarmee wat geld verdienen en wat meer optredens, dat je nog altijd via diezelfde traditionele spelers moet passeren. En wanneer dat al die spelers dan samen zeggen van dit is goed, hè, dan krijg je die accumulatie-effecten, dan ben je talk of the town, dan ben je belangrijk en dan kun je in het eerste schema van Bolle doorstoten richting midden. Maar dat is een sociaal proces waarbij dat men constant naar elkaar kijkt. En je ziet dat heel goed, bijvoorbeeld grote festivals, je hebt daar twee festivals op hetzelfde moment. Je hebt het Frontstage Festival, waar dat de mensen gaan die tickets hebben gekocht. En je hebt de Backstage Festivals, waar dat de VIP's zitten. En voor Pukkelpop, ik ga er ook altijd één keer per jaar die VIP is goeiedag zeggen. Dat is zo een gewoonte. Maar vooral uit wetenschappelijk oogpunt is het van belang dat ik er even rondloop. En voor het afgelopen jaar was de groep in kwestie was Alt J, die dan opeens talk of the town was. En je merkt dan dat, dus in die VIP, je moet je voorstellen, dat is gewoon een café waar dat je veel te veel geld betaalt voor een pak frieten en voor een drank. Waar dat dan veel mensen in de industrie zitten daar 3-4 dagen en die gaan niet naar het festival. Want daar worden beslissingen genomen. Daar komt iedereen tegen, dat is zo clan gathering en je komt daar weer, de Mathieu Guus van de muziekwereld zitten daar dan. En dan gaat het zo rond, ze van, ja, straks, Al J, dat moeten we wel zien, dat is wel een goed groepje, van, ah, wel eens kijken. Zo. Het moment dat dan Al J begint, zie je dat opeens die VIP is leeg. Iedereen is weg, allemaal naar Al J. Concert is gedaan, iedereen komt terug. Wow, fantastisch, wat echt goed, schitterend muziek, fantastisch dit. En het gevolg is dat het dan daarna in de nabij staat. En dan komt dat op Echt en dan komt dat. En dan zie je dat daar de zaadjes zijn gelegd, dat wat toen Pril was. Wat was van, wie, Al J, dat ken ik niet. Dat was toen ik zo van, oh nee, dat kennen we niet. Maar moet toch eens gaan kijken. En dan gaat dat rond. En zo heb je, veel Noorderslag in Groningen heb je de Gele Canarie. Dat is een café. Je hebt daar zo één keer per jaar komt de hele Europese muziekindustrie samen in Groningen. En de Gele Canarie wordt dan gekaapt door de Belgen. Dus als je in België iets wil forceren, moet je in Groningen in de Gele Canarie gaan zitten in januari. Dat begint zo 2 uur 's nachts, tot in de vroege uurtjes. En daar worden dan de belangrijke dingen. En dan zeggen die mensen ook, van als je daar aan dat spel niet meedoet, dan ben je ook geen medespeler. En als je keyspeler wil zijn, dan zit je op die plekken. En een goede manager, die zit daar constant van. Ik heb er een paar vriendjes op Facebook en die graag van die check-in houden. En dan zie je dat constant waar dat ze weer zitten. En ze zeggen, ah ja, daar zit dan iedereen op dat moment. En dat is zo dat sociaal proces. Ik wil er altijd wel geloven van, oké, ze zullen wel, ik geloof er wel, ze zeggen dat ze die muziek goed vinden, maar er moet nog iets meer aan de hand zijn. En het opmerkelijke is, van, dus die factoren die spelen altijd op elkaar in. En ook al, want uiteindelijk dat, aan de rechterkant positioneel tweede orde, dat zijn sociale factoren. Het organisatorische en omgevingsfactoren, dat zijn economische factoren. En daartussenin geprangd zit uw persoonlijk willetje. Want ik wil graag goede muziek naar buiten brengen. En daar vertrekt het van. Maar uiteindelijk, als alle beslissingen genomen zijn, is dat ook weer de ultieme legitimatie. En telkens gaat men zich spontaan verdedigen, wanneer dat men voelt van, ik ben hier dingen aan het doen die eigenlijk niet in goede aarde vallen. Van als ik, niemand wil een marionet zijn, niemand wil toegeven dat hij anderen zomaar volgt. Zo heb ik tal van voorbeelden voor de playlist commissie Studio Brussel, waarbij dat een bepaalde plaat passeert, dat gebeurt dus elke week, hè, en dan wordt dan gezegd van, nee, dat doen we niet. Wel het opperhoofd dan zegt van, nee, geen goeie plaat, doen we niet. De week daarna, en dat is eigenlijk tweede orde weer, maar is wat. De week daarna wordt die plaat opgenomen in de playlist van de BBC, of staat die in Engeland in de NME, het tijdschrift NME. Diezelfde playlistcommissie, een week later, komt diezelfde persoon van, ah ja, maar ik heb daar nog eens geluisterd, maar dat moeten we echt wel draaien. Elke week gebeurt het, keer op keer. En dan denk je van, zijn we niet kritisch genoeg? Dus eerst moeten ze in Engeland zeggen dat die plaat goed is, vooraleer dat hier dan beslissing wordt herzien.
En dat is het feit dat beslissingen kunnen herzien worden, past in dat betekenisgevingsproces, dat dat situationeel bepaald is. Afhankelijk van de situatie ga je een van die logica's laten spreken. Op het ene moment is van individueel zeggen, ik vind het niet goed, maar positioneel heeft gezegd, je moet het doen, want anders krijg je iets anders niet. Dus ga je dat herzien. Dus die beslissingen kunnen afhankelijk van de situatie constant veranderen. Maar op het einde van de rit, omdat men weet dat het meest legitieme is dat persoonlijke, gaat men altijd zeggen van, ja, maar die plaat is ook goed. En dat zegt keer op keer. Van, ja, maar waarom altijd, soms zeggen van, je kunt de standaard niet open doen of Daan staat erin. Dus ze van, allee, elke keer. En als ik dan Peter van Tiegen vraag, zeg maar, waarom altijd Daan? Is er niet, maar toch goede muziek? Terwijl, is dat zo? Dat is zeer relatief, maar het wordt wel altijd gebruikt als... En ik heb dus zo'n term nog opgeplakt van zo'n professioneel kapitaal. Dat is eigenlijk kapitaal dat je moet hebben als je in zo'n wereldje wilt functioneren. Dat je makkelijker kunt switchen tussen die verschillende logica's. En dat je makkelijker kunt je neerleggen bij het feit dat je niet altijd je zin kunt doen. En tegelijkertijd voldoening halen uit het feit dat iets ook succesvol kan zijn. En dat is eigenlijk zeer belangrijk in dat wereldje. Want het is niet altijd zo, het is geen... Allee, ik ben hier niet aan het vertellen, het zijn allemaal marionetten en ze doen dat, maar nee, die vinden het ook tof. Want dat is de reden waarom dat veel van die mensen altijd in dat wereldje blijven rondlopen. Omdat die daar veel voldoening uit halen. Omdat die graag deel uitmaken van dat grotere geheel. Het conformisme dat er heerst, zo, men wil de boot niet missen. Tegelijkertijd zijn ze heel blij dat ze op die boot zitten. En ze willen niks liever dan op die boot te zitten, want daar voelen ze zich goed. En dat is eigenlijk zo ongeveer, denk ik, hè. En dat je dat makkelijk kunt vertalen naar eender welke culturele setting die je zelf kunt invullen. Ik ben veel te lang bezig geweest, maar er zijn er is nog tijd voor vragen stellen. Hè? Dan mag je nu mij vragen wat je wil. Ik ga het nog niet vertellen, maar alles eens zei wat ik verteld heb. Jij. Ja. Nee. Absoluut. Ik vind dat in mijn eigen onderzoek, want ja, dat is het probleem als je het nadeel van een doctoraat te maken, dan moet dat allemaal wetenschappelijk correct zijn. Dus je moet je serieus beperken. Veel meer beperken dan dat ik afhankelijk zelf wilde. Maar je ziet dat, ja, maar je ziet dat overal. Ik heb zelf ook een paar uitgeverijen al te maken gehad, een paar boeken uitgegeven. En dan zie je ook dat diezelfde mechanismes spelen en dat het ook tactische beslissingen zijn en dat je iets uitgeeft van, al waarom gaat, dat is al het mainstream verhaal, waarom gaat iedereen kookboeken uitbrengen? Op een gegeven moment van ja, hier is zo'n markt voor en daar gaan we dan op springen. En terwijl anderen is dan ook omwille van relaties. Ik heb nu pas wat sprake van mijn boek in het Engels uit te brengen via hogeschool in Tilburg. En toen ik daar dan een deal van zag, is dat opeens een heel andere wereld. Ja, want dan gaan ze ervan uit van die hogescholen, die hebben geld. Die moeten dan alles zelf betalen. Het enige wat de uitgeverij doet, is zorgen dat het in de winkel ligt. En zelf nemen ze geen risico meer. Nou, dat is ook weer een heel ander. Ze hebben allemaal een eigenheid, maar ik denk dat dat wel te veranderen. Waar zijn jullie mee bezig? En heb je daar aanknopingspunten of niet? Of? Ik heb wel. Ik heb het niet over de Dit heb je in elk land. Dus je hebt in enerzijds een soort van internationaal platform, maar dat telkens, je weet dat globalisering is gebouwd op voor een stuk lokale factoren. Dus een multinational
mag dan wel hoofdzetel in New York hebben, maar je hebt dan de plaatselijke afdelingen die het hier dan ter plekke moeten verkopen. Als U2 een nieuwe plaat uitbrengt, dan wordt dat overal in de wereld als een belangrijk plaatselijk groepje beschouwd dat absoluut de topprioriteit heeft. Dat is hoe dat de internationale agenda werkt. Er is niet een internationale markt die alleen maar internationaal is. Nee, die wordt dan ingevuld in elk land, de plaatselijke filialen. Dus in dit mechanisme heb je in elk land. En dan kun je wel... dus ik heb al even de BBC en Enemy tijdschrift aangehaald. Maar je hebt dan wel als kleine markt dat je makkelijker overspoeld wordt voor het buitenland. Dat veel dat daar het gemaakt moet worden geleerd dat het hier komt. En dat het omgekeerd veel moeilijker is. Als je hetzelfde verhaal vertelt, ik heb zo dit verhaal ook eens verteld in Lyon voor alle openbare radioomroepen van heel Europa. De BBC zat erbij, maar ook van Rusland tot Spanje. En in het begin wist ik niet goed, van ja, is het plaatselijk wat ik vertel, omdat het hier zo is. En ja, iedereen was daar, dacht er identiek hetzelfde over. Iedereen hetzelfde. In Engeland zei ze, in Engeland is identiek hetzelfde. Dus blijkbaar is dat zo, ik heb dat niet onderzocht. Maar je kunt dat wel toepassen. Er zijn nuanceverschillen, hè, maar daar heb je ook van dat misschien uit Amerika komt. Hè. Maar het verschil is wel in het geval van pop- en rockmuziek, die Anglo-Saxische landen veel dominanter zijn en wil kunnen opleggen aan kleine markten. Dat is hetzelfde als je een deal tekent met een grote platenmaatschappij. En ik zeg maar bij Universal, en je bent een Engelse groep en je wordt dan in Engeland getekend, dan ga je veel makkelijker meteen in Europa verspreid worden. Omgekeerd, als je tekent Universal België, dan gaat Universal Frankrijk of Engeland je plaats zomaar niet uitbrengen. En daar zit een serieuze... die deur is gesloten. Met als artiest vaak beter met een independent te tekenen die bepaalde internationale contacten heeft, dan lig je veel sneller in het buitenland dan dat je zogezegd een internationale deal hebt. Dus ja, dat geldt voor elk land, met nuanceverschillen. Maar ik heb dan specifiek, omdat als je echt ik heb dat schema alleen maar kunnen maken door heel intensief met bepaalde mensen in gesprek te gaan. En dat kun je alleen maar doen door één. Dus eigenlijk moet je zien. Het is een internationaal mechanisme met als case study Vlaanderen. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. Als kleine zelfstandige, ik heb natuurlijk altijd een paar boeken bij, hè, dus wie dat graag een boek wilt hebben, mag afkomen. Het kost 25 euro in de winkel, bij mij is het 20 euro. Er staat veel meer in dan ik heb verteld, uiteraard. Nog iemand iets? Ja? IJsland, omdat het het meest mooie eiland is dat er bestaat in deze wereld. Ja, ik ben er dit jaar geweest. Het is fantastisch IJsland. Het is geniaal. Weet je waarom dat Sigur Rós is doorgebroken? Of wanneer is Sigur Rós doorgebroken? Vanaf het moment dat ze een Engelse boeker hadden. En dat is vanuit Engeland vertrokken, dat verhaal. Het zijn Engelse agenten die dat hier in Europa overal gezet hebben. Dus IJsland is alleen kunnen doorbreken via Engeland. Dus dat is identiek hetzelfde verhaal. En dan heb je weer de hypes die daar rondhangen, van het feit dat je ene, en dat is een normaal mechanisme, dat één wordt opgepikt, dan kunnen anderen daar ook van profiteren. Je hebt dat, het beste voorbeeld is de Grunge uit Seattle, één groep kwam eruit en opeens, wanneer is die hype gestopt, toen dat elke bakker van Seattle op werkte heeft gestaan, door manier van spreken. En dat is zo, als je maar uit Seattle kwam, automatisch was er voldoende voor een contract te krijgen. En nadruk bijvoorbeeld... Dirk Steenhout, die daar dan altijd een zware fan van was, die dan al die Scandinavische groepen begint te bespreken. En hij was dan een van die key personen, waardoor de anderen daar ook naar gaan luisteren. En de ene begint dan en de andere volgen. Maar het is altijd weer van wie dat die eerste stap zet. En dat is een verschil, en in die zin blijf ik sceptisch wat dat hele digitalisering betreft. Het is niet alleen omdat de massa heeft beslist van we gaan daar luisteren. Nee, het is omdat bepaalde traditionele spelers naar dat internet hebben gekeken, wat worrelt daar, en daar iets uitpikken en daar de aandacht aan vestigen. Want meestal werken die marketingstrategieën net op die manier dat men de schijn hoog wil houden dat de mensen het zelf gevonden hebben. Dat is echt een heel doelbewuste zet. Het is heus niet dat Gangnam Style zomaar uit het niks is opgedoken. Ik zeg het niet, dat is niet.
En dat geldt voor alles, voor elk underground circuit, voor elk mainstream verhaal gaat dat. Ja. Maar IJsland is fantastisch, als in IJsland een platenwinkel binnenloopt, hè, dan ligt daar, IJsland heeft evenveel inwoners als Gent. Het hele eiland is evenveel als Gent. En waarvan dat de helft, of ja, 3/4 in één stadje woont en de rest zo rond. En als je daar een platenwinkel in Reykjavik binnenstapt, dan heb je daar bakken liggen met alleen IJslandse muziek. En dat is echt bakken vol. En ik denk van ja, dat is dus Gentse output. Hè. Gent zou dan zo, Gent hebben dan zo'n levendige muziek zien, en zoveel muziek dat hier, maar dat verdwijnt in het niks als je dat vergelijkt met wat dat er in IJsland is gemaakt. Fantastisch, hè. Het is er nu al min 13 en in de winter is het minder. Nog vragen? Dan mag je die ook nog persoonlijk aan mij stellen, want nu is het gedaan en dan mag iedereen weggaan, maar als je nog persoonlijk iets wilt vragen, kan er nog altijd. En boeken zijn er ook nog. En ik dank je wel.